In een ongekende politieke cliffhanger die bijna een script voor een soap lijkt heeft de spanning een hoogtepunt bereikt rond de politieke kopstukken Caroline van der Plas en Geert Wilders. Deze ochtend was het volgens ingewijden de dag waarop alles beslist zou worden. Vandaag kwam de kogel door de kerk, vandaag zou het geregeld worden, zei een bron nabij de onderhandelingen. De verwachtingen waren torenhoog, maar het leek erop dat de zaken weer eens anders liepen dan gepland. In Den Haag, waar correspondent Sam het laatste nieuws volgde, was de sfeer bijna te snijden. Je ziet het, het is hier ontzettend spannend. Ze zijn druk bezig, meldde hij, maar al snel bleek dat het optimisme van korte duur was. Iedereen is hier al weg. Het zal je niet helemaal verrassen, ze hebben nog iets meer tijd nodig. De gedachte was wel dat ze vandaag echt stappen zouden zetten. Het lijkt erop dat dat niet helemaal is gelukt en dat ze op vrijdag en zaterdag doorgaan. Deze slepende saga, die al 5,5 maand duurt, lijkt geen einde te kennen. Caroline en Wilders, die na weer een vruchteloze dag de pers te woord stonden, leken niet onder de indruk. Ze kwamen lachend en grappend naar buiten en leken wel bezopen. Toen de pers hen confronteerde met de verwachtingen, was het Wilders die zei: Mevrouw van de Plas zal vandaag alle vragen beantwoorden, waarna hij snel doorliep zonder verder in te gaan op de inhoud. Caroline van der Plas, eveneens gehaast en schijnbaar geamuseerd door de situatie, werd ook gevraagd naar de vooruitgang. We hebben nog een paar dagen nodig, gaf ze toe. Waarom is het zo moeilijk? Nou, we hebben een paar dagen nodig. We gebruiken gewoon het maximaal om te kijken of we tot een resultaat kunnen komen, en ik denk dat het kan, alleen het duurt na. De luchtige toon van de politici stond in schil contrast met de ernst van hun taak. Dit leidde tot speculaties onder de aanwezigen. Hebben die gezopen of zo? Wat is dit? vroeg Wilfred genezig af.